Welkom terug bij Paul's Model Train Stuff. Dit keer heb ik een nieuwe delivery. Een GoodZolt 33200. Ik zet even het exacte nummer in de beschrijving. Kwam uit een grotere set. Ik ken het merk niet. En ik ben ook heel erg benieuwd wat hier binnenin zit. Het is een loeizwaar ding. Hij heeft redelijk wat klappen gehad, kan ik zien. En er zitten... Hij zit met best wel wat schroeven vast. Dus eens kijken wat hierin zit. Het gaat hier om een Duitse diesellocomotief. Maar aan de voorkant en aan de achterkant zijn de hoe heet die dingen? De koppelingen afgebroken. Dus, het is een leuke lok voor. Om te laten staan als dummy of om los mee te rijden, maar echt mee rijden met de wagons is een stuk lastiger met deze. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat dit een flink stevige motor is met een flink vliegwiel. Even kijken. Beide assen zijn aangedreven. Nou, zo'n vliegwiel zorgt er dus voor dat als zo'n trein vaart heeft en de stroom even wegvalt, als heb je nog alles op zo'n baan, dat hij dan toch mooi netjes doorrijdt. En ook dat hij een hele rustige manier van stoppen heeft en dat het niet zo'n hele abrupte, stop is. Je kunt dat ook nadoen met een digitale decoder, maar als jij alleen analoog rijdt, dan is dit een heel fijn systeem. Kijk. Nou, hier aan de voorkant zitten de rode en blauwe LED's. Voorkant, achterkant. En eens kijken, ja. Bovenop zit ook nog een witte LED. En hieronder zit de connector. Om hem nu analoog te laten rijden. Hieronder kun je dus een decoder stoppen. En dan is hij meteen digitaal. Interessante opdruk moet ik zeggen. Dat zie je misschien net op die raampjes als hij hier zo op zit. Raampjes zijn overigens een aantal hebben er nog folie achter zitten en een aantal niet. Het is in feite dus één massief blok metaal. Zelfs deze onderkant, de kap die hieronder zit, is een massief blok metaal. Met... wel met plastic opzetstukjes. Dus het is een hele zware trein. Het is ook een best flinke motor, moet ik zeggen. Het is duidelijk betere kwaliteit dan wat je tegenkomt bij mijn eigen favoriet, de goedkope Lima treinen. Ik denk ook wel dat je hier iets meer aan kapot kunt maken. Ik kan niet beoordelen zo gauw uit welk jaar dat het is. Ik heb wel gezien dat deze niet meer geproduceerd wordt op dit moment. En dat je hem nog her en der kunt krijgen. Maar het is duidelijk... Hij is denk ik uit de jaren 90, misschien 2000. Het is echt wel een stukje vakmanschap zou ik zeggen. Het is jammer dat die voorkanten dus afgebroken zijn. Misschien dat die nog te vervangen zijn. Ik heb niet gekeken of hier aan onderdelen kunt komen. Ik denk het wel met zo'n... gezien hoe dat die gebouwd is. Het zou me niks verbazen als je hier redelijk makkelijk de onderdelen voor kunt vinden. Of dat er andere mensen zijn die onderdelen maken die hier ook op passen. In eerste instantie zat ik nog te kijken of dat de kap niet misschien nog metaal was. Omdat hij zo zwaar voelde. En dat deed een beetje denken aan de oude Fleischmann treinen. Die hadden ook zo'n stalen kap. Dat was eigenlijk alleen maar staal. Maar dan heb je het echt over spullen uit de jaren 50 en 60. Dit is een gewone... kijk aan. Plastic kap volgens mij...
eens even kijken. Ik heb hier kortkoppelstukken liggen. En het lijkt haast wel of dat dit qua formaat misschien wel zou passen. Oh, daar gaat hij weer. Dit is een kortkoppeling van, hoe heette ze nu? Ik zie Moa uit mijn hoofd, dat is zo te zien. Even kijken, hoe zou die moeten? Als gegoten. Op deze manier kun je het dus, nou, als ik hem zo vast zou schroeven. Nou, laten we dat vooral andersom doen. Zo. Dan zit er weer een lensschacht op. Maar dit zou goed nog wel eens afge... Het is dat deze het niet meer goed doet. Maar die zou nog wel eens afgeknipt kunnen zijn op de juiste lengte. En dat iemand alleen maar de schacht eraf gehaald heeft. Dat is toch... proberen waard. Ja, op zich kan ik hier de schacht nog opkrijgen. En dan zou die... Ja, de kap is in niet perfecte staat. En dan zou die weer een stukje verder in orde zijn. Maar ik ga mijn... ik ga het niet doen, ik ga hier niet meer rijden. Zoals ik zei, deze kwam mee met een grotere levering. Dus ik ga deze, er zitten wat andere interessantere dingen in die ik wilde hebben. Zoals een Benelux rijtuig, wat ook redelijk wat klappen gehad had, maar waar de pantografen nog helemaal van in orde waren. En ik heb met mijn de Benelux trein, dat ik daar de Thalys pantograaf op heb gezet en... Ik vind het toch niet zo heel mooi. Dus die heb ik al uit elkaar gehaald en de pantografen omgewisseld. Om mijn eigen Benelux trein mooier te maken. Ik heb ook de... even kijken, zit die goed? Ook het onderstel heb ik overgenomen. Zodat ik mijn onderstel... had wat problemen met de geleiding, de stroomtoevoer. Die heb ik dus ook overgenomen. Zodat ik dat probleem ook meteen op heb gelost. Verder zaten er wat dingen op het dak die van mijn trein ontbraken. Maar helaas kreeg ik die nog, krijg ik die nog niet los. Deze is in ieder geval. Ik ga hem er eventjes nalopen. Nu dat ik weet dat die analoog rijdt. Ik heb hier mijn... en mijn stroom. De buitenste twee. Of de andere buitenste twee. Oh. Dat ziet eruit als kortsluiting. In dat geval probeer ik eens op de wielen. Nee, hij maakt alleen kortsluiting. En hier doet hij niets. Nou, dan heb ik toch nog wat te onderzoeken. Waarom dat die kortsluiting maakt. Dat zou mooi zijn als hij dat niet deed. En ik zie nu dat hieronder nog een lamp zit. Zou die dan de cabine verlichten? Dat lijkt me haast niet mogelijk. Ik ben toch benieuwd waar die voor is. En die komt los. Deze gaat naar de motor toe. Kijken of die doorgebrand is. En hier een lamp. Maar waar gaat die dan naartoe? Dat is toch een bijzonder ding, deze.
steeds. Nog steeds dat die kortsluiting maakt. Het is toch onverwacht. Ik ga eens even uitzoeken waarom dat die kortsluiting maakt, want dat zou niet moeten hoeven. Het zou mooi zijn als hij gewoon een stukje kon rijden. Even kijken. Als ik nu kijk, lijk ik geen kortsluiting te hebben. Nee, ja. Ah. Daar gaat hij. Even kijken. Op zijn kant. Jij hierop. Kijk. Daar vliegt al een onderdeel vanaf. De voorkant, de verlichting doet het ook niet. Dit onderdeel zit los. Nou, deze kan ik misschien nog op zijn plek gaan klikken dadelijk. Ik denk dat de motor misschien tegen het frame aanduwde. Of dat het dit stukje is wat hier een beetje kapot is. Ja, die is wel goed. En het kan goed ook te maken hebben met dat stukje schuimrubber wat er uit kwam vallen toen ik hem openmaakte. Het stukje schuimrubber wat overigens wel weer op zijn plek zit. Dit dus. Dat daarmee de motor contact maakte met het chassis en dat dat voor de kortsluiting zorgde. Dat is een beetje, dat is niet zo netjes, zullen we maar zeggen. Zo. Zo. En waarom wil je nu niet op zijn plek? Ik zie de laatste weken vrij veel nieuwe subscribers op mijn kanaal. En het zijn met name Engelstaligen. Dus misschien moet ik daar toch weer eens wat mee gaan doen. Ik heb nooit uitgesloten dat ik weer Engelstalig zou gaan. Alleen het is net een stukje lastiger dan dit in het Nederlands doen. Aangezien dat toch echt wel mijn moedertaal is. Ja, het heeft te maken met hoe dat dit stuk metaal tegen de motor aandrukt en dan voor kortsluiting zorgt. Dat is niet zo fraai. Ik ga dit even rustig uitzoeken, omdat ik denk dat dit nogal een lange video gaat worden als ik dat allemaal op zou nemen.
Ik pauzeer de opname even. En ik kom zo terug als het weer opgelost is. Nou, wat het probleem leek te zijn, is hier aan de onderkant zit een koperen plaatje. En daar maakte de pluspol van de motor contact mee. En de negatieve kant maakte contact met dit ijzer. En met de buitenkant van de motor, waardoor dat een heleboel kortsluiting kreeg. Ik vraag me echt af waarom dat je daar een metalen plaatje zou doen. Met name koper, wat zo goed geleidt. Het lijkt echt als als een soort van veer om de motor tegen dit metalen blok aan te drukken. Maar wat ik heb gedaan is wat schilderstape aan beide kanten over de openliggende verbindingen geplakt. In de hoop en verwachting dat nu de kortsluiting weg is. Daarnet heb ik hem getest voordat ik hem weer in elkaar zette. Toen was er geen kortsluiting. Dus ik ben benieuwd als ik het nu even vlug in elkaar schroef of de kortsluiting terug is. Nee, hij rijdt. Ik zal hem even op zijn kant leggen. Andere kant op. Ik zie dus wel dat de verlichting maar naar één kant toe werkt. Ook weet ik niet waar die verlichting hiervoor in het frame voor dient. En deze blijft er ook afvallen. De kortsluiting is er in ieder geval weg. Dus hij kan weer iemand de baan op. Mocht iemand er interesse in hebben. Ik ga hem rustig in elkaar zetten. En ik hoop dat jullie dit weer een leuke aflevering vonden. Ik heb weer een heleboel spullen liggen. Ik heb nog het een en ander nog steeds om af te maken. Ik weet nog steeds niet wanneer ik daaraan ga beginnen. Digitaliseren van mijn koploper en zo. Maar in ieder geval heb ik nog wat. New deliveries en peak inside video's. Eigenlijk vind ik die toch ook wel het leuk om te maken. Met de bak die boven ligt. Aan treinen kan ik in ieder geval weer even vooruit. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En like, subscribe. Laat comments achter. Ik probeer tijdig te reageren. Ook als je vragen hebt over bepaalde dingen. Ik heb laatst iemand die begon over welke schoonmaak alcohol geschikt is. Nou, dit weet ik allemaal niet precies. Maar ik kan je wel vertellen hoe je kunt voorkomen dat alles aan de malle moeren gaat. Namelijk, probeer een stuk schoon te maken van je trein. Wat je niet ziet, of als het je motor is, maak een deel van de motor. Kijk of je een oude motor hebt, waarbij het niet uitmaakt. En anders probeer op een klein deel en kijk of er niks kapot gaat. Het is mij ook wel eens overkomen dat ik dacht dat IPA, alcohol, helemaal geen probleem was met treinen. Totdat ik dus een Lima trein had, waarbij de verf er zo afhaalde. Gelukkig was dat dus op de achterkant tussen twee treinstellen in. Kijk, hij doet het nog steeds. Dus dat was niet zo'n ramp. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.